Welkom bij deze nieuwe podcastaflevering die helemaal in het teken staat van jullie vragen die ik heel vaak gesteld krijg rondom het gebruiken van de pil. Hoe, wat het kan betekenen als je, als je stopt met de pil, waarom je zo, dat zou doen, hoe je dat veilig kan doen, uh, de vragen rondom menstruatie. Volle maan, nieuwe maan, eh, zwangerschap, eh, wat dat betrekking heeft met de seizoenen en de cycli. Eh, wat als je helemaal niet meer menstrueert, hoe je dan je cyclus bijhoudt. En eigenlijk alles rondom cycli en seizoenen komt in deze aflevering aan bod. En vooral dus waarom het zo ontzettend belangrijk is om in balans te blijven. Dus het leven, van, het leven met die seizoenen, het rekening houden met de cycli, is wat mij betreft een van de allergrootste kernwaarden als jij, um, ja, als jij jezelf in balans wilt blijven voelen en vanuit kracht wil blijven leven of wilt gaan leven en met kracht bedoel ik dat je zin hebt in het leven als je opstaat, dat je de mogelijkheid hebt dat wat je in je hoofd graag wilt, het doel, de droom, dat je de energie hebt om deze te bereiken. Um, dan nog heel leuk nieuws over de uh, meer zelfkeren 21 dagen, de insta cursus die ik vorige week heb gelanceerd. Deze is tot en met het eind van het jaar verkrijgbaar voor 29,95. Als Early Bird prijs ten opzichte van de Lazy Bird prijs 39,95. 21 dagen met filmpjes, meditatiefilmpjes die ik vooraf heb opgenomen. En korte workouts, 20 minuten workouts. De meditaties zijn 10 minuten, workouts zijn 20 minuten. Aangevuld met leuke self-care practices, zoals ademhalen. Allemaal gericht op kort, efficiënt effectief, perfect om te integreren op drukke dagen, perfect om te starten, om te begeleiden als je wilt starten met self -care, als je nog geen meditatieervaring hebt, als je als doel hebt in 2021 meer energie over te houden voor jou, meer tijd te nemen voor jou, meer rust wilt ontdekken, wat nou je focus is, nou, any, any way dat je... Als je zelf wilt werken is dit echt een gigafijne cursus om mee te beginnen. En ik heb voor Insta gekozen omdat dat mij een hele makkelijke manier leek voor jullie om toegang te krijgen tot de filmpjes en ze gewoon uh, ja, op aan te zetten en de workout of meditatie te gaan doen. Ik um, neem de filmpjes op, de workout filmpjes, samen met Evelien van House of Barren. En ik volg één keer per week een uh, intensieve House of Barren les bij haar. En ik vind het mega effectief voor, um, nou, om mijn lijf te onderhouden en me fit en energiek en vol focus te blijven vo voelen. All right, het eerste wat ik met jullie wil behandelen. cyclisch leven, wat is dat? Cyclisch leven is dat je rekening houdt met de opbouw en afbouw in alles in het leven. Dus dat betekent de, volle maan is een, de tijd naar volle maan toe is een opbouwfase. De tijd naar nieuwe maand toe is een afbouwfase. De tijd naar de zomer toe is opbouw. De tijd naar de winter toe is afbouw. Zodra we ons bed uitkomen, is het opbouw. En na uh, rond een uur of vijf, zes begin, gaan we in die afbouw, zodat we ons klaar kunnen maken voor de. Nacht. Alles is in ons leven maakt onderdeel uit van een cyclus. En op het moment dat wij die cyclus verstoren, door bijvoorbeeld meer waarde te hechten aan doen dan rust, aan actie dan aan rust, dan verstoor je alles in je hele lijf. En dat is, als je het mij vraagt, de onderliggende, um, de onderliggende oorzaak van alle hormonale onbalansen. En eigenlijk, ja, alle onbalansen in jou is die verstoring tussen, tussen uh, actie en rust. Het kan ook zijn dat je te veel in rust bent um, en je daardoor heel zwaar voelt. Het kan dus zijn dat je te weinig in rust bent en daardoor je continu opgejaagd of, of leeg kunt gaan voelen. Dus die twee uitersten van het spectrum, die zijn er. Nou, een van de meest gestelde vragen die ik krijg is... Ik menstruer niet tijdens nieuwe maan. Wat is er mis met me? Nou, ten eerste, er is helemaal niets mis met je. Want het is een. Uh, wat er is gebeurd, is eigenlijk dat we zijn gaan zien. We, we zijn gaan voelen alsof het mensen. Menstrueren tijdens nieuwe maan het ultieme is. En uh, dat snap ik, want het is fijn om met die maanfase van de nieuwe maan mee te gaan. Omdat de natuurlijke energie dan al teruggetrokken is. Net zoals tijdens de eerste dag van je menstruatie. Maar dat wil niet zeggen. Dat je, alleen maar, dat, het alleen maar, uh, dat je alleen maar blakend van gezond kunt zijn. Als je menstrueert tijdens volle maan. En dus niet op nieuwe maan. Dat is helemaal afhankelijk van jou en jouw energiesysteem. En de enige die dat kan meten. En daarom heb ik ook de Selfcare Journal ontwikkeld, ben jij zelf. Jij bent de enige. Dus wat ik ook zeg, wat je ook leest over maanfases, menstruatie, maakt niet uit. Jij bent de enige die, die zicht heeft op hoe jij je voelt en welke invloeden er bij jou spelen. Daarom heb ik de self Journal ontwikkeld met, een, met schrijfruimte per dag om bij te houden hoe de maan staat, hoe je geslapen hebt, hoe je in welk seizoen je leeft. Um, in welke dag van je cyclus je zit. Alles vind je in één, in één boek in de Self-Care Journal. Om je te helpen dat zelfonderzoek zo makkelijk mogelijk te gaan maken. En ik daag je uit. Ga 30 da Nee, sorry. Drie maanden, 90 dagen bij jezelf op onderzoek uit en je ontdekt. Zo ontzettend veel. Je gaat data verzamelen over jezelf. Data die gewoon ontzettend waardevol is. Als je een kindje wil krijgen. Als je wilt uitvinden. wat nou de piekmomenten zijn. in jouw week, in jouw maand. om te kunnen presteren. om een podcast op te nemen. om een promotie te maken. om een presentatie te geven. Dat, dat kun je allemaal gaan tracken en onderzoeken. met de hulp van de Self Care Journal. Oké, okay, dan. Dus we hebben menstrueren tijdens nieuwe maan en volle maan. Maakt dus helemaal niks uit. Ja, tijdens nieuwe maan ietsje gemakkelijker tijdens dan tijdens volle maan. Maar dat hoeft helemaal niet altijd zo te zijn. Het kan zijn dat je tijdens volle maan, als je menstrueert tijdens volle maan, net iets meer geïrriteerd bent. Net iets meer het gevoel hebt van... Poof, Jezus, hoe krijg ik dit allemaal voor elkaar? Hoe, um, ja, voor, vooral dat irritatie, dat is denk ik als je, als je, uh, menstrueert met volle maan, omdat je de energie van menstrueren is dat je heel erg naar binnen kunt keren. En bij volle maan is het, uh, is de maanfase meer gericht op naar buiten keren. Dus houd hier rekening mee. Ga tracken zodat je al een paar dagen van tevoren hier rekening mee kunt houden. Door je planning zo te doen dat je minder afspraken hebt, support krijgt. Misschien een extra oppas, misschien aan je partner vragen. Anyway, doe, doe wat helpt voor jou om niet uh, uit balans te raken. En niet te veel van die actie-energie te, te pakken, zodat je batterij eerder opgaat. Ehm. Um, als je niet menstrueert en je wilt graag je, je cyclus gaan tracken, want iedereen heeft een cyclus, dan kun je starten op de eerste dag van de nieuwe maan. Dan kun je dat als dag 1 zien van, uh, van je cyclus. Als je wel menstrueert, dan kan je de eerste dag van je menstruatie zien als de eer, eerste dag van jouw nieuwe cyclus. En Ayurveda ziet menstrueren als een manier van schoonmaken. Dus de hele maand verzamel je afvalstoffen. En menstrueren, dan raak je in één keer al die afvalstoffen kwijt. Waardoor je een paar dagen nadat je bloeding hebt gehad... ook wat minder opgeblazen en wat opgelucht kunt voelen. Het is alsof je de, ja, alsof je de hele maand iets verzamelt... en dat tijdens je menstruatie los kunt laten. En we zijn niet meer gewend dat we rust kunnen nemen tijdens onze menstruatie. Terwijl kun je je voorstellen hoe hard jouw... Lijf aan het werk is en hoe die verandering in de chemie in je lijf door dat bloed los te laten, hoe dat allemaal met elkaar samenhangt, hoe, waarom je daarom zo vermoeid kunt voelen. Ik hoop dat je dat meer ja, accepteert van jezelf. Dat is ook een van mijn doelen van de selfcare journal, die acceptatie vinden in jezelf van, hey, ik voel me nu even minder, ik, het lukt me even niet om, om alles op mijn to-do-lijst vandaag te doen. En dat is oké. Okay. Ik ga pauze nemen. Ik ga in bad. Ik ga. Um, nou, wat dan ook voor jou helpt. Um, oké. Okay. Wat als je op. Um, uh, anticonceptie gebruikt in de vorm van de pil. Ayurveda ziet um, elke. Als je, een, als je de pil gebruikt, zit je niet meer op je eigen cyclus. Dus je hebt een nepcyclus als het ware. Ook de bloeding die je hebt, is eigenlijk is, is placebo, is opgewekt. Dus is niet de, je hebt niet het opruimeffect wat je normaal zou hebben tijdens je als je niet aan anticonceptie doet. Wat er gebeurt is. zodra je denkt van oké, okay, ik wil niet meer aan anticonceptie. Ik ga stoppen met de pil. Dan kan het zijn dat van alle jaren opgehoopte emoties, uh, shit, zich ophoopt en dan in één keer uit je lijf gaat. Daarom vind ik het zo belangrijk om contact op te nemen als je bij jezelf verwacht dat het heftig kan zijn, omdat je um, nou, een heftig karakter hebt, schommelt in, in moed. Uh, als je dat idee hebt dat het bij jou heftig kan zijn, neem dan alsjeblieft contact op met een Ayurvedisch arts. Je kunt. Um, in Amsterdam zit bijvoorbeeld Susan Pulli. Ik hoop dat ik haar naam goed uitspreek. En zij is echt helemaal gespecialiseerd in hormonen. Dus neem contact op met haar. En onderzoek uh, wat de mogelijkheden zijn voor jou. Je hebt namelijk ayurvedische kruiden. Ayurvedische technieken die jou kunnen helpen. Met het uh, zo goed mogelijk handelen van dat emotionele en fysieke detoxproces. Onderschat het alsjeblieft niet. Want je kunt echt in een... Um, Rollercoaster aan emoties komen. En dat kan ook echt best wel donker worden als je gevoelig daarvoor bent, net als ik. Ik ben onwijs gevoelig voor uh, mood swings. Daarom ze zeggen ook altijd dat je uh, onderwijst wat je zelf heel hard nodig hebt. Nou, dat is bij mij 100.000 procent zo. Als ik niet goed voor mezelf zorg. Uh, dan, dan, dan kan er enorm veel donkerter ontstaan. Of, of echt uh, wisselingen in de stemmingen. Ik ben daar mega gevoelig voor en daarom weet ik ook zo goed, daar hoop ik dat, dat andere vrouwen, dat ik, daarmee, dat ik andere vrouwen kan helpen, zodat het niet uitzichtloos wordt en niet dat je denkt van wat er is er mis met mij, maar ja, 100.000 procent weet ik dat hoe beter je voor jezelf zorgt, hoe meer stabiliteit in je leven. En dat is zo'n ontzettend fijn gevoel. Dus wil je stoppen met de pil? Neem dan alsjeblieft uh, dat serieus en um, zoek hulp. Kan ook, uh, misschien heb je een goede acupuncturist, misschien een goede osteopaat, uh, misschien zelfs een chiropractor die je daarmee kunt helpen, kan helpen. Zoek in ieder geval hulp. Denk niet dat je dat in je eentje hoeft te doen. En uh, ja, dat vind ik heel belangrijk, gezegd hebbende. Ik krijg dan ook heel vaak de vraag: wat gebruik jij dan? Ik gebruik helemaal niks. Ik, um, ik gebruik nu denk ik tien jaar. Um, misschien langer. Ja, denk, maar ik denk tien jaar: geen anticonceptie. Ik was er op een gegeven moment helemaal klaar mee. En ik, um, nou, ik vertelde je al dat ik gevoelig was voor hormonen. Um, ik, ja, ik, ik gebruik helemaal niks. En ik ben tot nu toe in mijn hele leven nog maar drie keer zwanger geweest. Ik heb één keer een miskraam gehad. En, maar ik kan me voorstellen dat je dit luistert. En denkt van ja, oké, okay, maar dat is niet in mijn geval. En ik wil niet zwanger worden. Ik hoor hele goede verhalen over uh, Daisy. Een uh, thermometersysteem. Ik heb zelf geëxperimenteerd met Natural Cycle. Um, ook een thermometer. Ik hoorde ook. Um, nee, dat was het. Nou, anyway, een goed boek wat je ook kunt lezen over um, het tracken van je cyclus en het in, in, in nou ja, leiderschap nemen. En zo kun je dat wel zien: leiding nemen over je cyclus. Is um, Birth Control. Taking charge of your fertility. Sorry, ik, ben, ik was even. Taking charge of your fertility. Dat is een, een mooi boek over je cyclus. En zoals ik al zei, is ook, je, ook de Self-Care Journal een manier om je cyclus te tracken. Wat, ja, wat zijn. Als je het mij vraagt. Ik, ik had laatst ook op mijn Instagram een vraag van wat, wat kwam je tegen toen je stopte met de pil? Hoe is er een voor- en na-gevoel? En bij mij was dat eigenlijk. Um, niet, nee, niet alleen bij mij was het heel erg. Voelbaar, maar ook de verhalen die ik terugkreeg van, van mijn post, allemaal zo ontzettend positief. Ja, er zijn wat meer pieken en dalen, maar het gevoel om echt bij jezelf te kunnen zijn, echt jezelf, ja, die, het lijkt wel, zo omschrijf ik het en dat heb ik vaker teruggehoord, alsof je een zak van je hoofd trekt en wat de wereld wat meer helderder kunt zien. En uh, ja, voor mij is dat zoveel waard en ik hoop, ja, ik hoop voor jou. En nogmaals, zoek begeleiding. Lees je goed in. Ik ben hier alleen maar om je te informeren en de opties te, uh, te onderzoeken met je. Maar uiteindelijk weet jij het natuurlijk het beste. Dus vraag het aan je vriendinnen. Uh, ga op onderzoek uit over de andere mogelijkheden met betrekking tot, de anti met betrekking tot anticonceptie. Um, alles in het leven is een cyclus. Dus ook onze leeftijd. Onze. Um, de periode dat wij kind zijn, de periode dat we puber worden, dat we volwassen worden en ook richting dat we ouder worden. En Ayurveda ziet de perimenipauze ook een belangrijk aspect als we het hebben over cyclus, als een moment waarop je net als een paar dagen voor je ongesteldheid, PMS, Waarop in de perimenipauze ja, pauze alles naar boven kan komen. Dat maakt het een bumpy ride en dat maakt het uitdagend. En door te beseffen dat er food en lifestyle tips en tricks zijn om jezelf zo stabiel mogelijk te houden, dat kan een hulpmiddel zijn. En um, die, die perimenipauze pauze, die is. Het, het uh, bedoel of die kan je vergelijken met het seizoen van de herfst, het is een moment van loslaten. En Ayurveda ziet dat als um, het schoonmaken zodat je rustiger met meer, ja, met meer rust en met meer wijsheid je laatste, ja, laatste gedeelte van je leven in kunt gaan, omdat je de voorgaande jaren echt hebt losgelaten. Want dat loslaten is ook een belangrijk onderdeel van cycli. Um, perimenopauze. Het is mega interessant om Ayurvedisch te kijken welke klachten je hebt en omdat Ayurveda alle klachten categoriseert in een vata, pitta of kapha onbalans. En ook dit kun je tracken in je self-care journal en dat kun je dan ook laten zien als je hulp wilt zoeken bij een Ayurvedisch therapeut. Um, zodat je ziet van hé, hey, ik heb altijd, ik noem even bijvoorbeeld vata gerelateerde klacht als ik ben wat angstiger. Uh, geworden of ik moet heel vaak plassen, of uh, mijn haar valt uit. Of misschien heb jij wat meer pitta klachten gekregen dat je nog ongeduldiger bent, of nog dat je ongeduldig bent, of uh, sommige doorbraakbloedingen, of ineens heel veel ongesteld bent. Of uh, 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 transpiratieaanvallen. Dat, dat kan meer Pitta gerelateerd zijn. Dan kan het zijn dat je je heel zwaar voelt. Dat je zware borsten hebt. Dat je water vasthoudt. Zware emoties. Dat je moeite hebt met vooruitgaan. Dan kan het zijn dat je meer Kafka gerelateerde klachten hebt. Dus ga dit tracken voor jezelf. Um, dus die perimenipauze is, is, wordt gezien als de overgang van de zomer naar de winter. En net als in de. Herfst, of en dus dat is de herfst? Uh, zo belangrijk dat je kunt gaan loslaten. En om los te kunnen laten uh, moet je inzicht hebben. Oké, okay, dan. Uh, hoe kan je nou nog meer bij jezelf in sync Komen met het ritme van de natuur. Nou, dat is door rekening te houden met die seizoenen en de verschillende food en lifestyle tips voor de seizoenen. Want aan ieder seizoen hangt een element. En aan dat element hangt weer, hangen weer emoties, lichaamsdelen, kleuren, geuren, uh, bepaalde houdingen, bepaalde do's en don'ts. Die je helpen om. Ja, met die energie van, van dat seizoen te verbinden. Ook dit vind je terug in de Self-Care Journal... maar in uitvergroting, want de winter komt eraan... vind je dit in mijn um, online day retreat... Self-Care in de Winter... waarin ik je meeneem in de energie van de winter. Dat is de energie van yang, yin... en wat dat te maken heeft met onze nieren... Uh, en hoe de nieren weer verbonden zijn met de emotie angst. En hoe um, twijfel aan onze eigen waarden, eigenlijk um, de angst om niet goed genoeg te zijn, je tegen kan houden tot het manifesteren van je dromen. Dus dit nou, leven met de seizoenen heeft ook te maken met dat je eten eet. Dat je rekening houdt met dat de winter bijvoorbeeld winter staat voor meer rust nemen om te kunnen opladen en vol energie te zijn in de lente. Dus alles, dat is de basis van cyclisch leven... alles is met elkaar verbonden. Dus het is niet als jij hooikortst hebt in de lente... of altijd weet van in de herfst ben ik altijd uh, sip... heb ik moeite met loslaten, komt er van alles op me af... Dan, dan is het belangrijk om niet alleen naar de herfst te kijken... maar om alle seizoenen ja, mee te bewegen... en die informatie van die verschillende energie van de seizoenen je eigen te maken... Dan stel je voor je wilt, um, nee, ik zei hoe kun je nog meer leven met, de, met het ritme van een seizoenen? Dat is nou je inlezen en mee bewegen, want die beweging is ook super belangrijk in die seizoenen. Je kunt um, uh, ook de maanfases als uitgangspunt extra gebruiken, waarbij een nieuwe maan staat voor intuïtie. Um, in de energie naar binnen gekeerd, je linker- en je rechterhersenhelft zijn, um, zijn, zijn zo samen, zo op dat moment samen, waardoor je meer toegang hebt tot je intuïtie en jezelf letterlijk kunt gaan vragen. Daarom staat Nieuwemaan ook voor een zaadje planten: van wat heb ik nodig? Wat mag ik op dit moment voelen? Wat mag, mag ik op dit moment weten? En het is dus een super waardevolle fase. Net zo waardevol, want nieuwe maan staat dus gelijk aan de eerste dagen van je menstruatie. Staat gelijk aan het seizoen van de winter. Net zo waardevol als: um, ja, gewoon dat voelen. Dus dat, dat, dat je moe bent tijdens je menstruatie is niets voor niets. Het is juist een uniek moment om te voelen wat je nodig hebt. En wij zijn natuurlijk voor iedereen die nog twijfelt: ja, maar de maan, hoe kan dat nou? Ja, de maan wij bestaan zoveel procent uit water en we weten dat is gewoon dat is gewoon algemeen bekend dat wij dat alles op aarde beïnvloed wordt door de zwaartekracht van de maan en dat dat alles wat met water te maken heeft dat is in beweging dankzij de maan, dankzij de zwaartekracht. Dat betekent dat Um, wij bestaan zoveel uit water dat er ook aan ons getrokken wordt. En dat dit ook een, een soort van app nou, en vloed in energie, en emoties kan betekenen. En dit bijhouden is dus super waardevol om te ontdekken wat jouw patronen zijn. Um, nou, misschien nog leuk om te weten dat dus in de, dat ook de maanfases, de seizoenen, um, ook weer gelinkt zijn aan uh, de Ayurvedische termen voor um, elementen het Ayurvedische kader de dosha's, vata, pitta, kapha en waarbij um, vata meer staat voor um, uh, die dagen voor de menstruatie staat de menstruatie zelf voor de winter dan staat de, uh, voor kapha, dan komt de lente en dan komt de zomer pitta seizoen en zo gaat het steeds verder, pitta is wel weer verbonden aan volle maan Um, wat je zou kunnen doen is elke dag een korte tijd nemen om naar buiten te staren. Als jij bijvoorbeeld je hebt de intentie je hebt gehoord deze podcast en denkt, ja Hanneke, ik wil toch heel graag uh, menstrueren tijdens een nieuwe maan, want ik heb best wel last van mijn menstruatie. En misschien kan het bloeden tijdens een nieuwe maan mij helpen om wat meer rust te vinden. Nou, wat je dan kan doen is je kunt elke dag even stilstaan bij de maan door. Simpelweg heel even naar buiten te kijken en te kijken welke vorm de maan heeft. En ook de intentie voor jezelf te zetten. Ik wil menstrueren tijdens nieuwe maan. En doe je dit consequent iedere dag. Kijk dan of er een verandering optreedt. En um, sta jezelf toe om die verandering gade te slaan, maar ook echt mogelijk te maken. Dus dat is: Cyclus heeft alles te maken met kunnen flowen. En ook flow, menstrueren, is letterlijk flow. Dus op het moment dat je geblokkeerd bent in dat loslaten, kan je ook hormonale uh, onbalansen ervaren met bijvoorbeeld PCOS of bijvoorbeeld uh, minder bloed of veel bloed. Dat is allemaal aan elkaar gelinkt. Dan tot slot. Um, ja, Wat ik mooi vind is om nog iets te vertellen hoe ook de fases in, onze, in een zwangerschap verbonden zijn met de seizoenen en de maanfases. Want in het eerste trimester is meer gelinkt aan de nieuwe maan, aan de winterperiode. De tweede, tweede trime, dus de eerste trimester voel je je heel vaak moe, je bent er nog niets zichtbaar. Um, dan heb je wel die overgave nodig, die rust die al zo belangrijk is voor. Ja, tweede en derde en vierde trimester van je zwangerschap. Dus ja, nogmaals, alles werkt samen. Dus eerste trimester, nieuwe maan, winter. Dan komt het tweede trimester. Dat heeft te maken met de waxing, waxing moon phase. Heeft te maken met uh, de lente. Uh, ik zelf ervaarde een heel hoog libido op dat moment maar dat is voor iedereen persoonlijk. Het derde trimester wordt gezien als volle maanfase, en dat iedereen kan zien dat je volledig in bloei staat, je volledig zwanger. Niemand kan om je heen. En dan in de laatste trimester een hele, heel, heel belangrijk. Wil dat je nog honderd keer op je hart drukken hoe belangrijk dat vierde trimester is. Um, dat is meer een trimester van... Nee, dat is het trimester van de herfst. Vata-energie is dat. Afnemende maan. En het is zo belangrijk om jezelf dit moment in acht te nemen. Om, uh, om de volgende 40 jaar, zo zegt Ayurveda... Om de volgende 40 jaar van je leven gezond te zijn... Zijn die 42 dagen na je bevalling alles bepalend. En ik zie... Zo vaak in consulten die ik heb, of op retreats, workshops die ik geef, dat, er, dat de vrouw na de zwangerschap niet goed is hersteld. Waardoor ze haar hele leven nog klachten blijft houden. En dat kan niet goed hersteld zijn dat ze haar bevallingsverhaal, of, of nog een trauma, of nog niet ergens niet helemaal lekker. Uh, dat kan voortslepen. Maar het kan ook zeker ook fysiek. Dus daarom is het super belangrijk om die energie van de herfst, van het loslaten. Te begrijpen en te gaan onderzoeken in jezelf. Want het vierde trimester is voor het, ja, het, het af kunnen sluiten van die zwangerschap. En je baby is dan wel uit je, maar die ligt nog heel veel op je. Uh, en dat afsluiten, die energie van de herfst, is mega belangrijk. Um, vata-energie uit balans. Nou, nee, vata-energie houdt je in balans door um, niet die droogte. Want vata is, staat voor afbraak, afnemende energie. Niet. Die, die droogte op te vullen met vet, met zwaarte. Dus daarom is warm eten na je bevalling... zo min mogelijk mensen zien, zo min mogelijk uh, reizen. Die 42 dagen na je, na je bevalling essentieel. Want wat er gebeurt is tijdens je bevalling... Is dat, een bevalling is waterenergie. Je, je treedt als het ware even uit je lijf... plus je staat open. Alles wanneer je open staat... ziet Ayurveda als vata verhogend... Um, omdat je baby uit je gaat. En als je, dat, als je niet goed terug um, op aarde komt, dan, ja, dan neem je dat gewoon mee. En ook de, de um, uh, hoe noem je dat, postnatale depressie vindt hier zijn oorsprong in. Dus mega belangrijk, warm eten na je bevalling, zo min mogelijk forceren, zo min mogelijk uh, bezoek. Echt, ja, echt die rust in acht nemen, die, die terug proberen te komen op aarde, mega belangrijk. Oké, okay. dit was uh, een, nou ja, een supervolle, hopelijk voor jullie waardevolle aflevering over die maanfases. Heb je vragen? Stel, stel ze me gerust. Um, een herhaling: het online day retreat heet Selfcare in de Winter. Het is op 20 december. Uh, van 2 tot 4 uh, heeft alles te maken met het element water. Ik denk dat ik ook nog een losse aflevering hierover opneem om daar ook nog wat meer over te vertellen. Heeft te maken met onze nieren. Onze nieren staan in contact, in, weer in verbinding met ons, de kwaliteit van ons gebit, bijvoorbeeld onze nagels, onze haren. Um, dus dat is 20 december, zelfs keer in de winter. Dan hebben we uh, de Insta-cursus, start 10, 10 januari meer selfcare in 21 dagen. En wat hebben we dan nog meer? De Selfcare Journal, die vind je onder Christmas gifts en de online day retreat vind je ook onder Christmas gifts en de 21 dagen meer selfcare vind je op de online academy van www.rockyourworld.nl. Nogmaals, heb je vragen, stel me ze gerust. Ik ben meer dan blij om ze te kunnen beantwo beantwoorden en het zou ontzettend veel voor me betekenen als je deze aflevering kunt delen met zoveel mogelijk vrouwen vertel erover uh, hoe meer we geno genormaliseerd krijgen dat uh, die rust tijdens die, die, tijdens die menstruatiefase uh, dat dat zo belangrijk is en überhaupt in ons hele leven uh, wat meer kunnen meebewegen met, met het ritme van de natuur zodra we dat van elkaar accepteren, van onszelf, want dat is mega belangrijk, van onszelf kunnen accepteren, dan weet ik zeker dat we, ja, dat er zoveel meer ruimte in de wereld bestaat, gaat bestaan. En ook voor onze dochters straks en voor, nou ja, voor de vrouwelijke generatie onder ons. Alright, lieve mensen, dank je wel. Deel hem op Insta, um, vertel erover je netwerk en ik zie je heel graag bij de volgende aflevering weer. Bye bye!